Welkom dames en heren, naast mij zit Jury Mulder en samen gaan wij verslag doen van deze vriendschappelijke wedstrijd. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. De ploeg begint in een aanvallende 4-5-1 formatie. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. Ze gaan van start in een offensieve 4-5-1 opstelling. Hyun Son Han deelt vandaag de kaart uit. Het is begonnen. Ik hoop dat beide teams er iets moois van willen maken vandaag. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Goed gepakt door de keeper. Blokkeert dat schot. Kosic. Higuera Fernandez. Tierney. Die ging hard. Oh, ik dacht even dat hij zat. Wernblom. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Bal is over de lijn ingooi. Ja, dat is de zoveelste keer. Weer een ingooi. Eén de bal bezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Wernblom. Lee Nguyen. Voor het doel. Hij raakt hem met de kop. Het is een doelpunt. Dit had toch niemand verwacht, maar ze controleren de wedstrijd en creëren veel meer kansen dan hun tegenstanders. Inderdaad, ze hebben een aardige opbouw en de tegenstanders weten gewoon niet wat ze ermee aan moeten. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Wat een goede kopbal. Een verdiend doelpunt.
En dat was de eerste. Higuera Fernandez. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. En die actie wordt beloond met balbezit. Higuera Fernandez. Voorzet geeft kans. Ja, die bal is weg. Tierney. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje. Hij is er door. Op de lat. Over de lijn inworp. En naar de keeper. Higuera Fernandez. Oh, ze zijn de bal kwijt. Hij gooit de bal voor het doel. Overtreding, strafschop. De scheidsrechter legt de bal op de stip, maar hij geeft geen kaart deze keer. Beetje raar, hè, van die scheidsrechter. Hij moet geel trekken. Hij blijft kalm. Ja, hij schiet er goed in. De strafschop wordt benut. Hij schiet die penalty erin. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Iets. Gaat hij het nu doen? Mooie volley hoor. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Eitje hoor voor de doelman. Lee Nguyen. Dit wordt menens. Bal komt terug. Lee Nguyen. En hij zit erin.
We zien nog een keer hoe die bal erin gaat. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Wernblom. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. En nog eens. Wernblom. Dat levert gevaar op zo'n schot. Nou, hier staat hij wel een beetje bekend om, hoor, om die afstandsschoten. En ze gaan er vaak nog in ook. Maar deze niet. Hier zien we nog eens dat doelpunt waarmee ze op voorsprong kwamen. Hij schiet hem vanuit de 16 met een volley door het midden van het doel. Lee Nguyen. Oh, knalhard schot. Daar is hij dan. Het eerste doelpunt heeft hem blijkbaar genoeg zelfvertrouwen gegeven om er nog één te maken. De goal vanuit een andere hoek. Wernblom. Figuera Fernandez. Keeper krijgt de bal. 3 minutes of added time. Houdt die bal bezit? Lee Nguyen. Wat een actie. Schiet! Het is een hard schot, maar de keeper is alert. Gaat hij het redden? Goed gedaan van de doelman. Er moest een voorzet komen, maar de scheidsrechter fluit een zeer verrassende eerste helft af. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem en... Daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Fraai, goed gedaan. Mooi schot. Hij voorkomt gevaar.
Tjerné. Kozic. Een schot van afstand, maar geen enkel probleem voor de keeper. Nee, deze keer niet, nee. Hij heeft een goed afstandsschot. Misschien moet hij nog een keer proberen. Mooi hakje hoor, maar onderschept. Wat gaat hij doen? De doelman werpt zich in de baan van die pegel. Dat is een hoekschop. Geen risico hoor, weg met die bal. Dit wordt menens. De keeper pakt die bal. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Kozic. Ja, en nu? Ja! Terug in de wedstrijd. Nog maar één doelpunt verschil. Nou, dit kan nog spannend worden, Evert. Prachtig doelpunt hoor, uitstekende kopbal. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Lien de Guyen. Hij krijgt hem op de slot. Nee, hij gaat er niet in. Wel een goede poging. Schitterend schot. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Kijk nou. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Higuera Fernandez. Een schermutseling om de bal. Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. Gaat dit hem worden? Dit is het moment. Allemachtig doelpunt. En de aanvoerder van de ploeg laat zien hoe het moet. Geweldige goal. Hij krijgt de bal op zijn hoofd en het enige wat de keeper rest is hem uit het net te vissen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Wernblom. De bal gaat heen en weer. De scheidsrechter geeft een vrije schop.
is er door. Probeert het. Ja, in het net. Ze houden niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. En die bal gaat erin. Het scheelt heel weinig. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Deze paas bereikt niemand. Bal is over de zijlijn. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen. Tierney. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? We gaan kijken naar deze corner. Moet je die supporters eens te keer horen gaan? Volgens mij zijn ze best in hun nopjes met de prestaties van hun team vandaag. Ja, dat is nog zacht uitgedrukt, Evert. Hun ploeg heeft sterk gespeeld en is zo goed als zeker van de overwinning. Met de vuisten weg ermee. Oh, knalhard schot. Op deze manier scoren ze niet. Ze hoeven ook niet natuurlijk. En hier zien we hoe die bal erin ging. Hij plaatst de bal vanuit de 16 hoog in het midden van het doel. Wernblom. Daar komt de voorzet. Bosic. Goed geplaatst. Wernblom. De poging was aardig, maar de redding van de doelman mag er ook zijn. Hij heeft de bal klem vast. Wat een snelheid. Oh! En daar is hij dan. Ja, jongen, dit is je tweede al. Ga je voor de derde? Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Speelt de bal weer terug. Die ging hard. Drie fantastische doelpunten maken een geweldige hattrick. Heel mooi om hem aan het werk te zien.
En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren, Evert. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Jury. Nou, dat kun je wel zeggen, Evert. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. De keeper zit er nog wel aan, maar hij zit. Aanvallen, dat doet deze achterhoede speler af en toe. En dan nog een doelpuntje pakken ook. Ja, dit is nou het voorbeeld van echt zo'n aanvallende verdediger. Mooi om te zien. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Kiest weer voor een aanval over de vleugel. Ligt daar dan de ruimte? Dit wordt menens. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. Laten we dat doelpunt nog een keer bekijken. Met zijn hoofd notabene. En de keeper pakt die bal. Tjerné. Doelpoging. En dat is een doelpunt. Een eigen doelpunt nog wel. Wat zal hij hiervan balen? Een verschrikkelijk moment voor een speler. Zo'n eigen doelpunt. Heel bizar wat hier gebeurde. Een eigen doelpunt. Wernblom. Figuera Fernandez. Hij geeft hem voor.
De bal wordt voorgezet, maar de keeper zit er goed tussen. En nu heeft hij de bal te pakken. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Zo, het zit erop. En het scorebord laat duidelijk zien wie je gewonnen heeft. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.